Welkom bij de podcast Hoogbegaafde Kinderen Leren Vanzelf. De podcast over hoogbegaafdheid en onderwijsrecht. Mijn naam is Fleur Terpstra en als onderwijsjurist sta ik ouders van hoogbegaafde kinderen bij. Binnenkort verschijnt mijn eerste juridische handboek met de gelijknamige titel Hoogbegaafde Kinderen Leren Vanzelf. Welkom bij deze podcast Je Hart en Je Recht. En waarom is het deze naam Je Hart en Je Recht? Omdat je ziet het al, ik zie hier samen met Fleur Terpstra, onderwijsjurist. En wij vinden dat het recht er is om het kind, in dit geval het hoogbegaafde kind, te helpen. En het recht, en daar is Fleur heel goed in, om het recht zo te interpreteren dat het ook inderdaad bruikbaar is voor hoogbegaafde kinderen en hun onderwijsaanpassing. En op die manier heb ik ook Fleur leren kennen, want ik begeleid uitzonderlijk begaafde kinderen. En daar is vrij vaak maatwerk voor nodig. Dat wel binnen de wetgeving moet passen. En daarover overleg ik regelmatig met Fleur. En op die manier hebben we elkaar leren kennen en ook bedacht dat het heel goed is om die kennis, voor als het om wetgeving gaat en wat ouders wel of niet kunnen en mogen, om dat te delen. En dit is een tweede podcast inmiddels die we samen hebben gedaan. Want de vorige keer heb ik je geloof ik ook geïnterviewd een paar maanden geleden. En er komen nog meer podcasts, dus blijf het volgen. Fleur, kun je misschien iets over jezelf vertellen, wat je bij zo mee bezig bent? Ja, nou ja, je zei al dat ik onderwijsjurist ben, dat klopt ook. Ik doe dat al eigenlijk als zelfstandige 12 jaar. Mm-hmm. En de afgelopen jaren heb ik eigenlijk steeds meer zaken van hoogbegaafde kinderen voorbij zien komen. Dus dat is ook mijn specialisme wel geworden. De aanpak die ik daarin hanteer, die is wel anders dan de meeste juristen, denk ik, hanteren. Ja, want dat kun je wel zeggen. Dat denk ik omdat je zelf hoogbegaafd bent, of niet? Dat je daar meer, dat je dat begrijpt. Ja, dat zeker ook. Natuurlijk kun je je dan makkelijker verplaatsen in wat er speelt. En heb je er al meer kennis over. Maar daarnaast kijk ik ook wel heel erg van, oké, wat is de behoefte van het kind? Dan proberen we ook door middel van begeleiding en bemiddeling eigenlijk oplossingen te creëren, maar wel met het recht in de hand, als het ware. Ja. Maar procedures voorkomen we liever, want meestal zijn daar alleen maar verliezers. En ik ben ook bezig met het schrijven van een boek. Vertel daar meer over, dat is heel leuk, ja. Ja, het wordt een juridisch handboek voor ouders. Om passend onderwijs te realiseren. Of in ieder geval wat je moet doen als dat niet lukt. En het is bijna af. Maar ja, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Dus zodra het klaar is, dan komt dat ook op mijn website. Fleurterpstra.com. En dan kunnen mensen het daar bestellen. Nou, ik heb het al mogen lezen, dat boek. En het is echt geweldig. En ik denk dat echt heel veel ouders daar echt heel veel aan hebben. Met praktische tips waar ze echt iets mee kunnen. Ja, precies. En dat is ook eigenlijk het doel ervan. Want er zijn zoveel mensen die hier tegenaan lopen. En ik kan die niet allemaal helpen. Maar er zijn eigenlijk te weinig collega's naar wie ik kan verwijzen. Die specifiek deze groep ook snappen en kunnen helpen. Dus ik hoop dat dat daaraan kan bijdragen. En ook dat mensen meer regie kunnen nemen over hun situatie. Ja, precies. Want dat is eigenlijk waar het om gaat. Hè? Dat je zelfredzaam bent, ook daar niet alleen in je leven, maar ook daarin. Natuurlijk is er wet, ja. daar moet je aan houden. Maar er is heel veel mogelijk. En je moet sowieso zeker niet een kind in de omgeving houden waar het ziek wordt. En dan denken dat dat niet mag van de wet. Want dat is helemaal niet de bedoeling van de wetgeving om kinderen ziek te laten zijn. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar als je dat als ouder beseft, hè, gewoon zo is, dan sta je wat sterker. Dan denk je, zit je in die klem. Wel meer dan alleen leerplicht, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
Ja. Ja, daar hebben we het regelmatig over, hè, met z'n tweeën, over leerrecht. En dat eigenlijk de volwassenen een plicht hebben om kinderen te leren. En staat het niet in de wet, maar het is logisch, hè? Dat hoeft toch niet in de wet te staan? Ja, dat staat niet in de wet. Maar aan de andere kant staan er wel weer in andere artikelen wel aanknopingspunten waar dat uit volgt. Dat is mooi. Voor de ontwikkeling van het kind. En daar valt ook leren natuurlijk onder. Ja. Ja. Mooi. Ik heb wat vragen opgeschreven, hè, wat die ik ook van ouders krijg. En daar gaan we vandaag een stukje van behandelen. En de volgende keer doen we andere vragen. Ja. Dus ik zou willen voorstellen om dat stap voor stap door te nemen. En voor vandaag heb ik 5 vragen die we kunnen behandelen. En die gaan natuurlijk altijd over hele praktische dingen waar ouders mee te maken hebben. Dus ik denk dat dat ook heel erg bruikbaar is voor anderen, voor heel veel mensen. Ja. Zoals bijvoorbeeld, daar hebben heel veel kinderen mee te maken, prikkels in grote klassen. Hè? Er is een vraag, mijn kind kan door overprikkeling en te grote klas niet de hele dag op school zitten. En hij zit soms alleen op de gang, omdat het in de klas zo druk is. Mag hij dan ook deels thuiswerken? Ja, als ik dat hoor, dan denk ik allereerst al van, waarom zit dat kind dan op de gang? En dat is eigenlijk bijna een soort schorsing. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Deels thuiswerken, dat kan. Het is niet dat je daar echt een recht op hebt, maar je kunt natuurlijk in een ontwikkelingsperspectief kan je maatwerk vastleggen. En een onderdeel daarvan kan zijn dat een kind niet alle uren op school onderwijs volgt. Het zou inderdaad kunnen zijn dat je dan zegt, nou, er is ook onderwijs op een andere locatie, namelijk thuis. En soms wordt er dan IVO-onderwijs ingekocht, zodat je dat met begeleiding vanuit IVO kunt doen. Bijvoorbeeld in artikel 41 van de WPO, Wet op het Primair Onderwijs, daar staat ook dat het bevoegd gezag van de school, dat is het bestuur van de school, die mag zo'n vrijstelling van onderwijsdeelname, die mag dat gewoon bepalen. Dat wordt ook wel als flexieonderwijs bijvoorbeeld genoemd. Nee, allemaal namen daarvoor. Of soms noemen ze het ook MIEP-ziek contract. Oh ja. Sinds 2018 is er ook de VARIA-wet. Daar hebben ook heel veel ouders denk ik wel van gehoord. En wat een beetje gek is, is dat die wet ook regels geeft voor als je minder onderwijstijd volgt. En de VARIA. Sorry? Hoe bedoel je? Wat voor regels? Die wet zegt eigenlijk dat als je wil afwijken van het minimaal aantal uren onderwijs, en dat verschilt per jaar en niveau, dan moet het bevoegd gezag van de school, die moet toestemming vragen aan de onderwijsinspectie. En er moet dan ook een onderbouwing zijn en de ouders moeten daarmee akkoord gaan. Dus eigenlijk is er een extra drempel dan om zoiets te realiseren. En dat wordt dus ook wel eens afgewezen als je die route kiest. Er zijn wel wat uitzonderingen op. Bijvoorbeeld, het gaat alleen om als je minder dan het minimaal aantal uur onderwijs wil gaan volgen. Dus dat als het incidenteel is, dan zou dat wel gewoon kunnen. Mm-hmm. Maar daarnaast heb je ook nog wel de mogelijkheden uit de leerplichtwet. En die bestaan eigenlijk apart van die mogelijkheid van de VARIA-wet. Dus om minder onderwijstijd te volgen. Je zou ook kunnen zeggen, nou, het kind is niet in staat om volledig deel te nemen en we melden het kind deels ziek. En dan ontstaat er van rechtswege een vrijstelling voor die uren. En dan kun je eigenlijk dat ook zonder problemen doen. Dus deels thuis leren. Maar je kunt die overprikkeling niet zien, want dat is iets lichamelijks. Hè? Dus je systeem is zo gevoelig dat te veel geluid, te druk, te veel mensen, te veel energie, te veel geuren, weet je veel. Dat het je overweldigt eigenlijk en dat je daardoor kan functioneren. Is dat niet iets eenvoudiger te regelen
net als bij wijze van spreken lichamelijke beperking of iets dergelijks? Nou ja, dat zou je ook nog kunnen betogen inderdaad. Dat je zou zeggen, ja, er sprake hier van een... Ja, van een handicap of een beperking. Maar goed, daar... Ja, dit is natuurlijk geen beperking, want je kunt veel meer voelen en veel meer dan anderen. Nou ja, precies. Maar het is in dat context is het wel een beperking voor jou. Ja, beperking moet je zien in een bepaalde context. Daar zijn ook heel veel uitspraken over. En het gaat erom of jouw conditie in wisselwerking met de omgeving tot belemmeringen leidt. En zo ja, dan heb je recht op doeltreffende aanpassingen. Maar in de zaak die ik namens ouders heb aangespannen bij het College van de Rechten van de Mens, hebben ze gezegd dat hoogbegaafdheid en de beperkingen die daaruit voortvloeien, dat geen handicap in de zin van de wet zou zijn. Ja. Maar ik ben nog steeds van mening dat een misvatting is. Niet omdat het een handicap is, maar het is wel degelijk een beperking die... doeltreffende aanpassingen nodig heeft. Ja. Maar goed, kunnen daar wel om vragen. En dan zou de aanpassing inderdaad kunnen zijn minder uren onderwijs. Maar je zit nog steeds wel met de leerplichtwet die vereist dat je op school bent. En dus die minimaal aantal uren onderwijs die gevolgd moeten worden. Mm. Dus ja, dat vult elkaar aan. Maar het is niet dat je dan daar niet meer naar hoeft te kijken, zeg maar. Oké, maar heeft het niet meer ook te maken met gelijke behandeling in de zin dat als een kind, of het nu zichtbaar of onzichtbaar, bepaalde behoeftes heeft en zichtbaar kan zijn, rolstoel of weet je, veel andere dingen die zichtbaar zijn of onzichtbaar, dat daar recht heeft op die gelijke behandeling in de zin van als het kind iets nodig heeft voor zijn ontwikkeling, dat er moet zijn? Ja, dat is wat ik inderdaad net dus noemde, dus... De gelijke behandelingswetgeving die regelt dat in Nederland. En gelijke behandeling betekent dus ook dat je in staat moet worden gesteld om net als anderen deel te nemen aan onder andere onderwijs. Maar het kan ook de arbeidsmarkt bijvoorbeeld zijn. Ja. En dat moet dus ook actief door die aanpassingen te bieden. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat je... onder die rijkwijde van die wet moet vallen. En er is dus nu gezegd, dat kan natuurlijk veranderen als er nieuwe jurisprudentie komt, maar is nu gezegd van hoogbegaafdheid is dat niet. Maar je zou misschien wel kunnen zeggen, ja, ik heb last van... niet hoogbegaafdheid zelf, maar niet hoogbegaafdheid als zodanig, maar die prikkels, die zintuiglijke prikkels. Ja, dat. Precies. Dus het is wellicht dat het dan duidelijker voor hen zal zijn. En natuurlijk kan je dat ook wel richting een school gebruiken. Want het wil niet zeggen dat het dan nooit meer verandert. Het is per geval moet het eigenlijk bekeken worden. Ja, want dat kan soms is het echt kwestie van wel aanpassen en echt bieden wat het kind nodig heeft. Of het kind volledig laten uitvallen. He, zo kan het echt zijn. Ja. En dan is het echt kiezen voor deels thuis of ergens anders gewoon beter dan volledige uitval. Klopt. En maar dan dus om te voorkomen dat je later voor een situatie komt dat je wellicht problemen krijgt met leerplicht. Dan wil je dus ook kijken van... hoe regel ik het zo dat daar geen onduidelijkheid over bestaat? Dus dan zal je moeten kiezen voor of variawet of vastleggen in het OPP of deels ziek melden. Dat zijn een beetje de opties. Okay. En afhankelijk van hoe je het precies vormgeeft. Ja. Maar je kan inderdaad wel, je kan op die manier kan je wel zeg maar erom vragen. Maar het is niet zo afdwingbaar dat weer niet. Nee. De school mag ook zelf nadenken over wat voor aanpassingen jou geboden worden. Het is niet dat je dan zegt, ik heb bijvoorbeeld 1-op-1 les nodig. Nee, ze mogen ook wel kijken van zijn er minder zwaarwegende aanpassingen mogelijk die hetzelfde bereiken. Want ik merk wel dat leerkrachten en scholen op zich willen meewerken, meedenken, maar dat ze dit soort dingen ook niet weten. Dat ze dit soort, dus ik denk dat, bedenk ik met deze podcast, is denk ik ook handig voor leerkrachten en voor scholen. Niet alleen voor ouders. Ja, ik zou iedereen aanmoedigen dit te luisteren. En, precies, ja. Het kan altijd helpen. Ja. Volgende vraag heb ik, als je het goed vindt. Want dit is denk ik behandeld, hè, de eerste vraag.
Ja, ja. Mooi. Want die gaat over staatsexamens op de middelbare school. Ja. Mag je ook een staatsexamen doen als je op een VO-school ingeschreven staat? En kan die VO-school de examen betalen? He, dus sommige tieners leren beter als ze alleen werken, thuis of ergens anders. En als ze bijvoorbeeld ook van iemand anders les hebben, aparte lessen, les wiskunde van een andere docent dan op school. En ze doen dingen vanuit hun autonomie zelf. Ja. En dan leren ze daardoor beter. Maar kunnen ze dan de examens doen via op kosten of staatsexamen op kosten van school? Nou, de eerste vraag of het mag. Ja, dat mag. En dat gebeurt ook. En kan het betaald worden door school? Ja. Maar kan je dat ook afdwingen? Nou, dat wordt dan gedaan. Moeilijker. Want ze bieden natuurlijk zelf ook examens aan. Maar ja, het kan inderdaad zijn dat het voor een leerling beter is om op die manier de diploma te halen. Ook omdat je bijvoorbeeld inderdaad eerder kunt beginnen met vakken afronden, dat het veel motiverender is. Dus daar is wel eens discussie over. Wordt ook wel eens gezegd dat het helemaal niet mag. Ik heb een tijdje geleden ook een cliënt gehad. Dat was de vraag die mij eigenlijk werd gesteld. Was van, nou, er waren leerlingen die afstands onderwijs volgden. En het examenloket die zei dat je geen staatsexamen mocht doen als je stond ingeschreven op een middelbare school. En wat er dan vaak gebeurde was een soort steekproef. Dat ze gingen kijken van oké, staat iemand ingeschreven? En dan kregen ze bericht van nee, dat kan niet. En ja, als een noodgreep werd dat kind dan gauw uitgeschreven bij de school. Zodat ze toch toegelaten werden. Maar nou ja, toen ging ik het uitzoeken. En het gekke is dat je hebt het staatsexamenbesluit. En daar staat eigenlijk in dat iedereen die zich aanmeldt, als kandidaat wordt gezien. En er zijn eigenlijk geen beperkingen in de wet over wie toegelaten mag worden. Dus ja, dat kan dus ook een leerling zijn die al staat ingeschreven op een school. Mm-hmm. Het college voor toetsen en examens, die heeft ook geen bevoegdheid om die toelating verder te beperken. Dus ja, ze roepen dat, omdat ze denk ik liever niet willen dat het gebeurt. Maar wettelijk gezien kan dat dus gewoon niet. Kan dat, ja. Okay. En mocht dat ook bij iemand gebeuren, dan kan er ook bezwaar worden gemaakt tegen de weigering om toegelaten te worden. Dat moet je wel heel snel doen. Maar dat is wel degelijk mogelijk. En ja, ik kan me niet voorstellen dat dat dan stand houdt, zo'n besluit. Dus ja, voor wie dat een optie is, die moeten zich gewoon aanmelden. En dat kunnen ze ook zelf doen. Ja. Wat er dan nog in de wet op het voortgezet onderwijs staat, is dat de school die moet jou de gelegenheid bieden om eindexamen daar af te leggen. Maar er staat gelegenheid bieden, gelegenheid geven. Er staat dus niet dat het verplicht is om dat daar te doen. Sorry? Maar over die betaling staat ook nergens iets? Of? Nee, maar kijk, de wet gaat er wel van uit dat als jij op een school staat ingeschreven, een middelbare school, dat jij niet staatsexamen gaat doen. Nee, precies. Dat is niet standaard. Ja. Maar ik ken geen bepaling die zegt dat dat niet mag. Misschien dat de inspectie er iets van zou vinden, maar ja, ik heb dat nog niet meegemaakt. Nee. En is er eigenlijk, want die vraag schiet me nu te binnen, is er ook een bepaalde grens voor die staatsexamens? Ik bedoel leeftijdsgrens. Zou je ook bij wijze van spreken als je al in derde VWO-examen zou kunnen doen, dat kunnen doen? Daar is denk ik geen regel voor, of wel? Nee, want er zijn geen beperkingen voor wie zich kan inschrijven. Nee. Dus ja, als jij gewoon je inschrijft, dan ben je kandidaat, staat er. Ja. Dus je moet alleen geloof ik wel binnen 2 jaar alle deelcertificaten halen, deelexamens geloof ik. Hè? Dat weet ik niet zeker uit. Nee, ik weet het ook niet, maar dat moet ik even moeten nakijken. Dat kan de volgende keer misschien, op terugkomen. Ja, mooi. Ja, maar de certificaten die blijven wel gewoon geldig, dus... Ik betwijfel of je dat... Dat een bepaalde tijd aan vast zit. Nee, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Oké, mooi. Nee. Daar komen we nog op terug. Ja. Even, ja.
En is het mogelijk, dat is de volgende vraag, is het mogelijk om examens over meerdere jaren te spreiden? Er is een casus, hè? Rosa zit in 4 VWO, maar blijft dit schooljaar zitten. Ze moet 4 VWO overdoen, terwijl ze voor 6 vakken voldoende stond. Ze is dus goed, ze is heel goed in exacte vakken. Ja. En zou ze dus alvast dit schooljaar of volgend schooljaar examens kunnen doen voor die vakken waar ze heel goed in is, terwijl ze voor andere vakken een soort beetje achteraan hobbelt en die dan later doet? Ja, je kan het eindexamen spreiden. Dus het school-eindexamen. School-eindexamen, natuurlijk. Ja, ja, dat staat in artikel 59 van het eindexamenbesluit. En dat kan over 2 jaren. Maar er zijn wel een aantal voorwaarden. Namelijk, het kan alleen als het gaat om een leerling die langdurig ziek is. Of andere bijzondere externe omstandigheden. En of dat hier het geval is. Dat en wat zou dat kunnen zijn, die bijzondere omstandigheden? Ziekte bijvoorbeeld, verhuizing, of weet ik veel, dat soort dingen? Of wat, ja, het moet iets zijn wat zeg maar dat besluit om het te spreiden eigenlijk kan. Maar dit gaat om een kind. Hè? Dit gaat om een meisje dat uitzonderlijk begaafd is. En ook vorig jaar niet iedere dag naar school ging. Hè, omdat ze ook die mate van aanpassing was zo groot. Op het moment dat ze eigenlijk een soort burn-out had. Waardoor ze thuis was. En daardoor ze eigenlijk wel bleef leren. Op sommige vakken. En omdat ze daar ook heel goed in is, ging het wel. Alleen op andere niet. Dus de school heeft toch besloten om haar te laten zitten. Ja. Maar zij kan op in die 6 vakken verder. Ze kan gewoon veel. Anders is het voor haar stilstaan. Ja, maar als zij 4 VWO moet overdoen, dan zou het betekenen dat ze dan in 5 VWO alle andere examens moet doen. Dus misschien is het in dit geval dan bijvoorbeeld beter om staatsexamen te doen. Mm-hmm. En als ik het goed zeg, ik geloof het wel, dan kan je die certificaten ook nog weer inbrengen uiteindelijk in je eindexamen. Mm-hmm. Dus ja, dan is een soort combi toch mogelijk. Dus dan heeft ze meer tijd. En, dan heeft ze meer tijd, ja. Ja, dan, ja. Heeft ze even het gevoel dat ze doorgaat. Dat ze en dat kan ze ook als de school daar niet mee akkoord gaat, toch zelf regelen. En en toch doen. Ja, want dan kan ze gewoon aanmelden voor het staatsexamen. Maar voor dat spreiden, dan is ze weer afhankelijk van medewerking van de school. Ja. Dus ja, dat ligt eraan in hoeverre ze bereid zijn eigenlijk om voor haar dat te gaan regelen. Dat regelen, ja. Die bijzondere omstandigheden, ja, dat zou dan kunnen zijn dat als ze het niet doen, dat ze bijvoorbeeld helemaal geen diploma haalt, mm-hmm. omdat ze gewoon dan uitvalt. Ja. Dus ja, het zou goed zijn en in haar belang om dat te doen. Of op een gegeven moment alles via staatsexamens doen als het niet anders kan. Maar dat kan ook, ja. Dat kan natuurlijk even goed. Ja. Ja, op eigen kracht natuurlijk. Of gewoon lekker helemaal geen diploma halen. Ja, maar goed, dat was niet de vraag. Nee, dat was niet de vraag. Maar ik bedoel, het is altijd een optie. En dat zeg ik er even bij, omdat hoogbegaafde kinderen vaak heel erg gepusht worden in de richting van het diploma. Alsof dat zalig maken, dat is echt moet. Alsof je zonder diploma niet kunt leven. Dat gevoel hebben ze ook vaak, van dat moet. En daar voelen ze zich vaak een soort klem zitten door. Terwijl natuurlijk is het diploma zinnig. Maar soms zit het zo'n kind zo erg klem in zijn gevoel, dat hij eigenlijk daardoor niet eens leert. Dus soms is het gewoon even een beetje, als ouders een beetje soort loslaten. Ja. En dan merk ik ook vaak dat het op een gegeven moment toch goed komt. Dat het kind op eigen kracht dingen gaat doen. En toch dat leren oppakt op eigen manier. Vanuit zijn autonomie. Mm-hmm. Ja, dus dat is natuurlijk ook gewoon het manco van hoe we leren. En dat het van moment is. En niet vanuit je eigen motivatie. Maar dat is met die doelgroep natuurlijk heel belangrijk. Ja, dat je, als je eigenlijk vanuit je eigen motivatie zou leren. Dan zouden we dit soort problemen helemaal niet hebben. Nee. Dan hoefden we deze podcast niet te maken. Dan hoeven we die podcast... Nee, precies, ja. Dus, nee. Ja. Nee. Oké. Wat beïnvloedde de effectiviteit van je advies? Is een vraag. De toelichting. Ja. Ondanks dat relatief veel mogelijk is in Nederland qua onderwijsaanpassing, blijkt dat het vaak niet werkt. En dat het niet werkbaar is, of vaak voor leerkrachten ook voor scholen,
En dat ze daartoe helemaal niet in staat zijn om dat uit te voeren. Hè? Dus mensen huren je in, betalen en dan eigenlijk komen ze niet waar ze willen. Is daar iets van nodig? En ik merk wel dat daar soms ook echt andere mindsetverandering nodig is van ouders. Dat ze, dus wat ik net zei, diploma, dat moet, dat dat één richting is. Mm-hmm. Dat er ook andere mogelijkheden zijn. En dat kun je misschien ook, misschien merk je dat ook in je praktijk, dat als ouders met één vraag komen, dat je misschien ander advies geeft. Ja. Wat beïnvloedt de effectiviteit van het advies, zei je. Allereerst moet iemand inderdaad openstaan om echt naar het geheel te kijken, denk ik. En dat probeer ik ook wel, want natuurlijk komen er mensen bij mij die willen dat ik voor hun de strijd aanga, maar dan krijgen ze dat natuurlijk ook terug. En dan krijgen ze gewoon heel veel weerstand. Dus ja, als iemand komt met een vraag en dan zoom ik eerst even uit en dan kijken van oké, maar wat is er dan allemaal aan de hand en wie heb ik voor mij? Hè? Is diegene wel in een mood om al te kijken naar oplossingen of voelt diegene zich kort gedaan en een slachtoffer van de situatie? Want dan moeten we daar eigenlijk eerst over hebben. Ja, want dat is denk ik ook inderdaad. Want ze komen voor hun kind voor bepaalde... Hè, maar eigenlijk zijn dat ouders, ook vaak ouders die zich tekort gedaan voor door school, niet gezien, niet begrepen. Ja. En natuurlijk ook vanuit hun kind. Maar dat is waar je... En dan wil je soms misschien helemaal bepaalde irrationele dingen, terwijl dat niet mogelijk is of niet effectief is. Het is heel begrijpelijk. Dus ja, dat zeker. Daar moet ook wel ruimte voor zijn. En dat mag ook. En dat gevoel mogen ze ook hebben. Maar vanuit daar kan ik hen natuurlijk niet helpen. Want dat zou betekenen dat ik dat dan moet gaan uitdragen. En dan moet gaan wijzen. Maar dan komen mensen nooit in beweging. Dan ben je geen goede adviseur natuurlijk als je daarin mee gaat. Nee, er zijn natuurlijk juristen en advocaten die dat prima vinden. Maar die bereiken ook vaak geen oplossingen. Nee. Of misschien heel tijdelijk. Dat is er dus nodig dat ze openstaan voor alle opties. Iets durven te bekijken. Van nou, wat vind ik dan echt belangrijk? Van, wil ik dan per se dat diploma, maar als ik goed kijk naar het kind, is dat dan ook het beste? Of is dat misschien omdat je de waarde hebt dat dat moet? Dus het gaat wel wat dieper en ja, de meeste mensen kunnen dat ook wel. Vaak ouders van hoogbegaafde kinderen die denken zelf ook wel diep na over alles. Maar dat kan wel even duren en soms betekent het ook dat ze na het advies hun eigen weg weer gaan, omdat ze zich er niet in kunnen vinden en nog niet zo ver zijn in hun proces. Of dat ze wel weer telkens terugkomen, omdat alles zich herhaalt. Ja, ja, en daar kan ik niet dat je dat werkelijk oplost, ja. Ja. Ja, maar dat is soms wel eens... Dat is een universele wet natuurlijk, ja. Ja, ja. Ja, en het systeem verandert natuurlijk niet. Dus als je dat nog gelooft, dan loop je er gewoon weer tegenaan. Maar dat is ook waar ik voor sta. Wat ik in ieder geval mensen leer, of althans probeer te leren, is hoe zij binnen het bestaanssysteem hun eigen weg kunnen volgen. En ik denk dat jij dat ook, dat je daar ook heel goed naar kijkt, juist. Van hoe je binnen de bestaande wetgeving kunt krijgen wat je wil en kunt doen wat je wil. En voor je kind kunt regelen wat het kind nodig heeft. Ja. Ja, en niet alles kan. Dat is dan gewoon de realiteit ook. Maar dan is er toch altijd een plan B, toch? Zeg ik altijd. Ja. Er is altijd ergens een mogelijkheid. Er zijn soms wel wat offers. En moet je kijken of dat kan of niet. En dat is per persoon verschillend. Ja. Inderdaad. Er zijn altijd oplossingen. Misschien niet die kant op wat je eerst dacht, maar andere kant op. En dat bedoel ik, dat er altijd iets mogelijk is. Ja. Ja, dan als iemand dat daartoe in staat is, dan kunnen we wel samen heel ver komen, zeg maar. Precies, ja. Mooi, ja. Hey, kan een school... dat is een hele belangrijke. Kan een school een IQ-test verplichten? Want het is algemeen bekend dat uitzonderbegaafde kinderen niet betrouwbaar te testen zijn.
Mm-hmm. Ook niet met een nieuwe test. Met welke test dan ook eigenlijk. Ook vanwege hun asynchrone ontwikkeling. En soms weigeren scholen een kind toe te laten door de plusklas. En soms hebben scholen toelatingscriteria 130 IQ. Terwijl het ook bekend is dat zo'n test een momentopname is. Dat als het kind niet goed in zijn vel zit of geen klik heeft met de testen en al die dingen. Dat niet per se die 130 haalt op dat moment. Maar dat het misschien wel 150 IQ heeft. Maar dat op dat moment dat even er niet uitkwam. En dan wordt het kind geweigerd in de plusklas. Ook al heeft het 128 IQ. Met 2 puntjes minder. En hoe mag dat eigenlijk? Mag dat verplicht worden? Ja, het is al verplicht natuurlijk. Het is verplicht, maar klopt dat? Aan de ene kant kan je je wel voorstellen dat er iets van een selectie moet plaatsvinden. Kan ook op een andere manier. Ja, misschien zijn ze heel erg bang dat iedereen in een plusklas wil of zo. En dan gaat misschien de effectiviteit er ook van verloren. Een IQ-onderzoek, dat is ook dat bevat medische persoonsgegevens. En dat zijn bijzondere persoonsgegevens. En het is eigenlijk verboden om die te gebruiken, tenzij aan een van de uitzonderingen uit de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voldoet. En één daarvan kan zijn toestemming. Alleen voor toestemming geldt dat je dat altijd in vrijheid moet geven. En er is hier geen sprake van vrijheid, want als je het niet doet, dan lang min of meer. Per definitie van dan kan je niet komen. Ja. Dus daar kan niet aan worden voldaan. Dan de andere uitzondering waar je hier dan aan zou moeten denken om dat mogelijk te maken, is dat dat in de wet zou komen. Dat er bijvoorbeeld een artikel wordt toegevoegd dat voor de plusklas een toelatingscriterium kan zijn. Maar dat is nu niet het geval. Dus, dat zou natuurlijk wel kunnen als zo'n test echt werkelijk betrouwbaar is. Maar als dat niet betrouwbaar is... Dat is dan nog het volgende. Dus inderdaad, je zou dus kunnen zeggen van... er is geen wettelijke grondslag om die persoonsgegevens te vragen. Dus het mag niet gevraagd worden. Dus het is ook onwettig. En daarmee is het zelfs in strijd dus met de AVG. En dat is, dat is iets waar de toezichthouder op zou kunnen gaan handhaven. Want die gegevens horen gewoon niet in de school. Tenzij je die misschien vrijwillig verstrekt om beter zicht te krijgen op de mogelijkheden om het kind te begeleiden. Als het is toevoegd, ben je al binnen. Ja. En dan inderdaad nog de volgende vraag. Is dat dan een juist criterium? Dat is niet zozeer een heel juridische vraag. Aan de andere kant is het bijna een ongeoorloofd onderscheid wat je maakt. Want... ja, we weten ook inderdaad wat je vertelt van het is niet betrouwbaar altijd. Nee. Intelligentie is hoe we dan ook niet te meten. Weet je, dus. En die grens van 130, dat is heel rigide dan. En dat is echt zo. Dat gebeurt echt dat kinderen met 128 IQ niet toegelaten worden. Ik heb ook voorbeelden gehoord van kinderen waar dan ook zo'n test werd gevraagd. En dat er dan ook bijvoorbeeld nog binnen de plusklas onderscheid werd gemaakt tussen 145 plus en 130 in wat ze moesten herhalen. Okay. En dat dan ook weer voor de kinderen tot heel veel frustratie leidde. Ja, logisch. Want, die werden dus onderling ook nog anders behandeld omdat ze dan een andere score hadden in plaats dat ze gewoon keken naar het kind. Ja. Waar het stond en wat het nodig had. Ja. Dus ja. Dat moet je natuurlijk altijd doen. Naar houvast eigenlijk, in plaats van dat ze gewoon vertrouwen op hun eigen oordeel. Ja, precies. Wat je eigenlijk zegt is goed nieuws voor heel veel ouders. Want wat je eigenlijk zegt is dat de IQ-test niet verplicht kan worden. Nee. Ik zou zeggen dat ouders die geen test hebben gedaan, verspil je geld er gewoon niet aan en meld je kind gewoon aan. En maak aannemelijk dat het kind daar thuis wordt. En dan zou ik dat best wel aandurven. En kun je ook met die wetgeving, wat je nu zegt, en kun je dat ook duidelijk maken dat de scholen dat eigenlijk niet, als ouder, kun je dat ze kunnen zich gebruiken? Dus roepen op de AVG en zeggen dat het gewoon niet toegestaan is, ook om dat te vragen als toelatingscriterium. Je moet je een beetje voorstellen dat...
ja, dat je dat ergens anders op die manier zou moeten doen, dat is echt ondenkbaar. En hier is ondenkbaar, ja. Het is heel bizar. Ja, dat is heel normaal gevonden, maar eigenlijk is het dat gewoon niet. Nee. Nee. Ja, het is gewoon typisch iets wat mensen die heel weinig verstand hebben van doelgroep en überhaupt van psychologie in het algemeen en van, überhaupt van, eigenlijk van wat dan ook, van biologie en diversiteit ook, die dat bedenken haast. Ik denk dat het vanuit onzekerheid is dat ze dat is denk ik belangrijk vinden. Onzekerheid en niet het totaalplaatje van de wereld en de diversiteit kunnen bevatten. Dat is het. En dan heb je ergens een houvast nodig. Ja. Die het sowieso niet klopt. Ja. Oké. Okay. Dus dat is mooi. Dat was het volgens mij. Want we hebben nog meer vragen, maar dat komt de volgende keer. Anders krijgen mensen ook te veel informatie binnen in een keer. Maar ik denk dat we nu ook echt hele mooie punten hebben besproken. Dat de verplichting van IQ-test, dat dus niet verplicht kan worden. Eindexamens en staatsexamens voor de VO. En ook die prikkelgevoeligheid. En dat je daardoor eigenlijk niet 5 dagen per week soms op school aanwezig kunt zijn. En dat je dat kunt regelen. Dat zijn gewoon hele belangrijke punten waar veel mensen mee te maken hebben. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Goed, mooi. Heb je nog iets toe te voegen voor vandaag? Dat was een leuk gesprek. Dus dat sowieso. Veel mensen er iets aan hebben. We hebben altijd leuke gesprekken. Ja, mooi. Goed, dan tot de volgende keer. En we kunnen nog onder de podcast een aantal links zetten of informatie. Ik ga sowieso naar je website linken. Ja. Waar mensen artikelen kunnen lezen en zich aanmelden voor de masterclass. Ja, klopt. Op 7 februari is de masterclass passend onderwijs. En die is online, maar daar kunnen mensen zich nu al voor aanmelden. Oké. Dus die link gaan we plaatsen. Mooi. Ja. Oké, bedankt tot zover en tot de volgende keer.